Nog meer kunst. Gisteren het Rijks. Vandaag een gedicht van Lotje Ber. Niet uit dit mooie boek, maar gewoon van de straat. Het is zondag 17 mei 2020 en ja, vandaag verbaas ik me over alles van waarde en het gedicht. Vanochtend, voordat het te druk zou zijn, gingen we wandelen. Vanuit huis naar de vesting. In het stadje bleef mevrouw staan voor een huis met een gedicht op de muur. Het was het gedicht met die beroemde regel: alles van waarde is weerloos, van Lotje Ber. Nou, meestal wordt alleen die ene zin geciteerd. En alhoewel ik van poëzie hou en van de gedichten van Lotje Ber, had ik nog nooit het hele gedicht gelezen. De zeer oude zingt: er is niet meer bij weinig, nog is er minder. Nog is onzeker wat er was, wat wordt, wordt willoos. Eerst als het er is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft ijlings. Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk. Als harten van de tijd, als harten van de tijd. Een gedicht is een kunstwerk dat, ja, net als een schilderij, meteen kan raken, maar soms ook wat tijd nodig heeft om het door te laten dringen. Als je even de tijd neemt voor dit gedicht, dan wordt die ene beroemde zin omringd door, ja, meer parels. Er verschijnt een heel collier. Ik verbaas me over een deurloze muur die een poort blijkt te zijn. Welke muren van deze tijd zijn eigenlijk poorten? Deze verbazing draag ik op aan dichters die niet voor open deuren gaan. Meer verbazingen? Abonneer je op het YouTube-kanaal van de Toekomstfabriek. En wil je de tekst nalezen? Check mijn LinkedIn-pagina. Vind je ook het gedicht. Tot een volgende verbazing.